Nou, het is hier wel echt enorm rustig vandaag, zeg. Ja, maar soms is dat wel eventjes fijn. Geeft ons wat tijd om het rustig aan te doen, te ontspannen, de rozen te ruiken. Of de rozen thee. Hi, Speedster. Oh, joepie. Wij waren wel klaar met rustig aandoen. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb net de Glitter Grand Prix gereden. Ik ben als tweede geëindigd na Galaxy Girl en Hovercraft. Oeh. Uiteraard vind ik dat haar voertuig gedisqualificeerd had moeten zijn. Heb je tijd voor een smoothie? En meer verhalen over je races? Daarom ben ik hier. Daar zat ik dan, de eindstreep in zicht. Ik was net door de vierde bocht in fel daglicht. In de race, aan de leiding. En toen zag ik in mijn ooghoek Galaxy Girl. De zonschittering in haar bril verblindde me voordat ik gas kon geven. Ik kon niks zien behalve die geblokte vlag met Galaxy Girl's bumper voor mijn neus. Verdikkie. Nou ja, ik kreeg alsnog een lied op het podium voor de tweede plaats. Ik heb vast de volgende keer meer geluk. Ik kan het me niet voorstellen om te racen zoals jij. Nee, ik denk dat racen gewoon niet echt mijn ding is. Wat? Heb je me nodig in de studio? Wacht maar tot jullie me zien racen. Goed, ik moet er weer vandoor. Oh nee. Blijven, vertel ons meer. De BB's worden nooit moe van verhalen. Eigenlijk worden ze überhaupt vrijwel nooit moe. Bedankt voor de pitstop, Speedster. Hey, is dat Galaxy Girl? Nope, daar lijkt het niet op. Doei! Wat doen jullie nou hier? Wij zijn klaar voor het leven op de weg. Jullie zijn verstekelingen. Als dat betekent voorbestemd voor grootheid, dan ja. We willen aan een race meedoen. Nu! Dat snap ik, maar dit is alleen niet echt hoe het werkt. Alsjeblieft. We gaan niet naar huis totdat we uitgeput zijn van autoavonturen. Zal ik jullie moe maken met een leuke ritje? Dat klinkt niet echt als een race, maar ik hoorde het woord leuk, dus we doen mee. Nu zijn jullie vast uitgeput. Is het nu tijd voor onze race? Oh, nee. Blijkbaar ben ik de enige die uitgeput is. Maar ik denk dat ik een idee heb. Doe jullie ogen maar open. Tijd om te racen. Maar we willen gas kunnen geven. Vandaag kunnen jullie dat met jullie voeten doen. Jullie zullen het hele blokje om moeten rijden. Rustige BB's, start jullie motoren! Drie, twee, één.
was geweldig! Opnieuw, opnieuw, opnieuw! Nou, die BB's hebben de smaak nu waarschijnlijk echt te pakken. Nee, je denkt toch niet dat... Ja. Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Einde. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Heb je die jurken gezien? Ze waren zo pofferig en vrolijk. En ik wed dat je er urenlang in kon ronddraaien. Nou, het is mijn favoriet vanwege alle magie en avontuur. Ja. Mijn favoriete deel was de romantiek. Zo dromerig. En al het gedans. Het gedans. Zo dromerig. Ik hou van dansen. Ik ook. Wij moeten een bal organiseren. De Slay Space is de perfecte plek. We kunnen al onze vrienden uitnodigen en een geweldige tijd hebben. Wat zeggen jullie ervan? Laten we beginnen met plannen. Laten we blijven plannen. Pak je dansschoenen en maak je maar klaar voor het bal. Mis het grote balfeest niet morgen. Op naar de promenade. Zorg ervoor dat iedereen een uitnodiging krijgt. Niemand zal dit feest willen missen. Begrepen. Elke baby krijgt een uitnodiging. Missie volbracht. En de versieringen zijn echt prachtig. Goed gedaan allemaal. Dit wordt het beste balfeest van de wereld. Uitnodiging. Laten we dansen. Lekker mad, woo! Hebben we Midnight Kitties uitgenodigd? Jawel, we hebben uitnodigingen gemaakt voor iedereen. Inclusief Midnight Kid. Weet je het zeker? We zouden niemand met opzet niet uitnodigen. We moeten hem gewoon vinden en onze excuses aanbieden. En dan kunnen we hem in persoon uitnodigen voor het feest. Hij is nergens te vinden. Denk je dat hij verdrietig is? Dat zou ik zijn. We moeten hem vinden. Willen jullie ons helpen? Zeg het voort. We moeten een Midnight Kid vinden. Ik denk dat ik iets gevonden heb. Dit lijken wel voetafdrukken. En ze gaan die kant op. Hé,
nergens te vinden. Ik heb hier een school gevonden! Eeuw, hij zit onder de kauwgom. Dat is niet mijn kids lievelingsschoen. De andere is nu vast heel eenzaam. En zijn voet heeft het nu vast heel koud. We moeten hem vinden. Snel. Geen uitnodiging hebt gekregen voor het feest. Ik zweer je dat het een ongeluk was. Ja, we zouden nooit iemand buitensluiten en zeker vrienden niet. En een feestje is geen feestje als één van ons ontbreekt. Tenzij het een detectivefeestje is. Wat zeg je ervan? Wil je nu met ons mee naar het feestje? Ja! Ja, doe het! Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Eind goed, al goed. Laten groeien. En nu heb ik officieel mijn groeispeld verdiend. Kijk ons nou. We hebben de helft van de spelden die we nodig hebben om troep 22 naar het Glamfontuurland themapark te sturen deze zomer. Yeah! Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat we maar een week hebben om de rest te verdienen. Maar als iedereen helpt en een speld verdient, lukt het ons. Oké. Kijk eens aan. MC Swag kan nu een speld krijgen voor de aanval. En Queen Bee voor de verdediging. Dat zijn twee voetbalspelden voor de prijs van één. Woehoe! Zet hem op, Mara. Wees je wel lief voor me? Ja, dan bijna deze keer, Queen Bee. Je kunt het. De 13e keer scheepsrecht. Wow, het is me gelukt. Lang leven de sport. Het zijn twee spellen en ik heb nog een speld voor jullie in aanbieding. Oeh, welke dan? De schoonmaakspeld. Oeh.
ging het schoonmaken. Eerst was het schattig. En toen was het smerig. En toen werd het nog smeriger. En toen was het super schattig. En nu heb ik een speld. Dan blijft over... Western Honey, jij moet je kampeerspeld nog. Kamperen? Eeuw. Maar jij bent een superstoere cowgirl. Je zou gek moeten zijn op kamperen. Ik ben een sprankelende cowgirl. Geen stoffige. En kamperen is niets meer dan dat. Stoffig. Er is meer dan alleen stof. Er is frisse lucht en mooie vogels en s'mores. Het wordt leuk. Oké, dan. Voor Glen van Tuurland Thema Park. Voor Glen van Tuurland! Het ruikt vreemd. Het ruikt vrees. Ik hou ervan. Verkenners verzamelen. We moeten eerst gezamenlijk de klemverkenners veiligheidsregels doornemen voor we plezier kunnen hebben, omdat... Omdat een klemverkenner altijd veiligheid op de eerste plaats zet. Wacht, waar is Western Honey? Western Honey, zit je nog steeds in de klemper? Nee. Kom naar buiten! Buiten. Leuk? Er kan daar buiten van alles zijn. Modder, insecten, stof. Nee, bedankt. Maar je zult toch echt moeten kamperen als je de kampeerspeld wilt verdienen? Kunnen we anders niet gewoon een speciaal speldje bedenken voor mij? Bijvoorbeeld een speld voor het versieren van mijn hoed met steentjes terwijl ik kijk hoe jullie een vuur maken. Ai, ai, ai. Je mag daar blijven voor nu. Maar je moet wel luisteren naar de regels. Deal. Oké, veiligheidsregel nummer 1. Laat je vuur nooit onbeheerd achter. Voor de dieren die hier buiten leven, zijn jullie de gasten. Wees aardig, laat ze met rust en hou al je eten verzegeld en opgesloten. Wanneer je twijfelt, zal de juiste knoop je redden in nood. Gebruik altijd het buddy-systeem om bij elkaar te blijven. En onthoud, maak plezier! Kijk, dit noem ik nou nog eens een klampierplek. Wie heeft de zin in gebraden worstjes? Ja! In deze koelbox zit alleen maar sap. Waar zijn mijn worstjes? Waar zoeken we naar? De andere koelbox. Heb jij die gezien? Die ontbreekt. Oh, die koelbox. Nou, dat is een grappig verhaal. Want kijk, er was geen plaats in die klemper voor mijn speciale kampeerstoel en twee koelboxen. Dus één van hen moest achterblijven. Sorry. Wacht, ik kan dit oplossen. Ik heb alleen maar die blik bonen uit de klemper nodig. Hebben we bonen mee? Een klemverkenner heeft altijd een reserveplan. Oh, en we hebben nog steeds s'mores. De voorraad zou hier ergens moeten zijn. Oh nee, misschien ben ik de s'morespullen vergeten mee te nemen. Geen marshmallows? Nee! Geen paniek, dus het zal niet zo makkelijk zijn als we dachten. Maar we zijn klemverkenners en die kunnen alles aan. We gaan samen kamperen en we gaan Western Honey helpen haar spel te verdienen. Oké? Oh, weet je wat? Dat is zo waar als een country liedje. Het is tijd om mijn kampeerspeld echt te verdienen. Wat nu? Oké. Nu is het tijd voor enge verhalen. Oeh. Is dat nou echt nodig? Het is onze kampeertraditie. Hoe vaak hebben jullie gekampeerd? Nog nooit. Ik weet er één. Het begint allemaal
met een geest. Psst, geesten? Denk je dat geesten eng zijn? Dat is nog niets. Beren, daar moet je bang voor zijn. Beren? Hier? Nou, het is maar één beer. De glitterbeer. Oh, hij klinkt schattig. Nou, dat is hij niet. Hij is verschrikkelijk. Want kijk, de glitterbeer jaagt alleen op de meest modieuze, de meest fantastische, de allerleukste kinderen in het bos. Wij zijn best wel leuk. Precies, ja. De glitterbeer komt langs in de nacht als je hem niet kunt zien schitteren. En wanneer het minst verwacht, springt hij uit de bomen en steelt al onze accessoires en snacks en misschien zelfs onze zielen. Ik moet het huis in. Wacht. Dat is niet Neon Cutie. Zulke goede vrienden waren vandaag. Zonder jullie had ik mijn kampeerspel nooit verdiend. Misschien moeten we vaker samen zulke avonturen beleven. Zeg, vind je kamperen nu leuk? Tuurlijk, dankzij jullie oude rotten. Goedemorgen allemaal. Meiden?